Dit is de SEP Run 2.0. En, vind ik zelf wel een mooie, redelijk opvallende versie. Je hebt natuurlijk van de Run 2.0 de compleet roze sok. Maar deze is denk ik net wat subtieler. En zeker net zo mooi. Ik heb ze gisteren in de marathon overigens al gezien. Maar het is echt een nieuwe kleur voor komend jaar. Roze, paars. Beetje, hoe noem je dat nou, die kleur? Maar je ziet gewoon de zwarte compressiekous met het logo in roze. Achterop reflecterend het SEP logo. Fijn dik footbed met links- en rechtsaanduiding. Je ziet hier de verschillende compressiewevingen bovenin de sok, maar ook gewoon hier, zodat je echt compressie hebt op delen van je voet die juist meer moet hebben of wat minder op de andere delen. Je ziet hier ook bijvoorbeeld, het lijkt zo'n een roze streep, maar hier zit echt een andere weving in dan hier. En je kunt de video gaan bekijken waarbij ik hardloop met Run 2.0 sokken. Natuurlijk wel een andere kleur, maar dan zie je alle positieve effecten van deze compressiekousen van SEP. Al jarenlang een veel gewilde compressiekous, maar dit jaar dus in deze nieuwe mooie kleur. En natuurlijk links-rechts model te kiezen in elke maat die je wilt.